Ja, dat moet wel vaker gebruiken. Ja. Van harte welkom. Fijn dat jullie even tijd nemen om hier in Middelburg aanwezig te zijn bij de ingebruikname van onze eerste elektrische transportbus. Dat is best bijzonder, heb ik begrepen, want het schijnt de eerste bus in Zeeland te zijn van dit formaat die elektrisch rijdt. Nou, daar zijn we best een beetje trots op natuurlijk. Het is overigens een aankondiging van hoop ik meer elektrisch rijden. We zijn al langer bezig met een initiatief vanuit een stichting hier in Zeeland die overal hubs wil plaatsen om elektrische auto's om dat meer te stimuleren. En we zouden dan ook graag zo'n hub hier onder de bibliotheek of net achter de bibliotheek of onder de bibliotheek willen realiseren. De bus, ja. Het is hartstikke mooi dat hij er is. Ik heb begrepen dat het een beetje wennen voor als personeel, want de actieradius is 175 kilometer, geloof ik. Ja, dus in theorie. Nou ja, de theorie is altijd nog wat anders dan de praktijk. Hangt ook een beetje van de weersomstandigheden af. Ik spreek uit ervaring, want ik rijd sinds 2 maanden ook een elektrische auto. Maar het rijdt geweldig. Ik heb er zelfs een waar ik een caravan mee trek en ik voel niet eens dat die caravan achter mijn auto hangt. Dus dat gaat echt heel lekker. Maar ja, je moet een beetje plannen. Nou, we gebruiken die transportbus in Noord-Zeeland. Hè? Dus sinds Vlaanderen daar komt hij niet, maar in de rest van Zeeland wel. En ik hoop dat hij het heel goed blijft doen en dat we er heel lang plezier van mogen hebben. Dat hoop ik ook, ja. Ik denk dat we dat toek eraf halen, Erik, want het lijkt net of we in een echte garage staan. Ja, mooi. Dat is jongen. Dat we samen doen. Die kant druk hier, ja. Ik ben wel benieuwd, want de onderdruk is ook mooi. De achterkant heel leuk dat je kunt zien dat er echt nog boeken mee vervoerd worden. Overigens kunnen we er best ook andere materialen mee vervoeren. Het zijn niet alleen maar boeken. Dank jullie wel. Mooi, super. Dag Erik, wat is jouw functie bij de ZB? Ik ben coördinator facilitaire zaken. En in die functie ben ik ook wagenparkbeheerder, zeg maar. Ja, dus voorgesteld dat deze bus werd aangeschaft. Ja. En waarom is dat een goed idee? Vanwege de duurzaamheid, vanwege het milieu willen wij uiteraard een voorbeeld stellen. En dus het eerste begin. En eigenlijk het tweede begin. We zijn natuurlijk ook wel meer. En even puur voor de wagenliefhebbers, hè? Want elektrisch dat is wel een opkomst, dat weet iedereen. Maar wat voor mooie specificaties heeft deze bus allemaal? Ja, lengte, breedte en hoogte is eigenlijk een standaard verhaal. Iedere bus daarin hetzelfde. Hij heeft een actieradius van 175 km per uur, of 175 km volgens de papieren. In de praktijk is dat heel erg weersafhankelijk natuurlijk en hoe zwaar je hem belaadt en hoe zwaar je rechtervoet is. Maar wij hebben al routes van 140 km probleemloos gereden met deze bus. Hij heeft op papier 140 pk. Nou, ruim voldoende. We hebben nog helemaal geen problemen gehad met de hellingen en dergelijke. Maar wat mensen dan zeggen, hoe hard kan die? Hoe hard kan hij? Hij kan 93 km per uur. Okay, nou, dat is best en daar is hij op begrensd. En dat is ook prima. Ja. Wij rijden eigenlijk bijna niet op de snelweg. Dus wat dat betreft hebben we ook niet meer nodig. Dat is ook mede een reden waarom we voor elektrisch rijden gekozen hebben. Maar waar zal die voornamelijk voor worden ingezet? Daarnet was de grap meer dan boeken natuurlijk. Maar, Voor 90% gaat hij echt boeken transporteren in heel Zeeland. Tussen de bibliotheek onderling? Precies. En wie wordt de chauffeur? We hebben diverse chauffeurs. We hebben in principe 4 chauffeurs. En onder andere André Erik inderdaad. We hebben gewoon meerdere chauffeurs. We hebben ook opleiding gehad bij de MAN. Oh ja, is dat 2 nodig? Chauffeurs. Nou ja, het blijkt van wel ja. Om het goed tussen de oren te krijgen. Maar rijdt het zo anders dan een normale bus? Het rijdt wel heel anders dan een normale brandstofauto. Oh, dan ga ik misschien toch het rondje zo nog even doen. Gewoon een keer proberen. Ja. Gewoon doen. Hey, dankjewel voor je toelichting en succes ermee. Dankjewel.